Nou, dat is weer het meest kansloos. Ik zie je, ik kan er gewoon niet eens meer van praten, hè? Ik wilde ook wel iets heel grappigs vertellen. Ik kom naar beneden, ik was even bij de was geweest. De radio staat aan. Dus ik heel tegen zeggen: we zijn te laat, we moeten naar school. Het is 8:51, je had op school moeten zijn. Wat bleek nou, Sarah had radiozender 831 op. Maar omdat de klok natuurlijk elke keer stil heeft gestaan, dan vertrouwde ik die klok niet en keek ik op die. En wat ik zag klopte, alleen het was geen tijd, het was de zender. Dus ze zijn gewoon op tijd. Maar mijn adrenaline zat gelijk weer hier. Maar als jij even door eet, zijn we perfect op kan tijd. Kan je dan wel op mijn kinderen passen? Ik ga zo op jouw kinderen passen. En Annabel moet je het meest verzorgen, want ze is nog wel best ziek. Oké, ik ga heel goed voor Annabel zorgen. Ik ga het erbij doen. Maar ja, zou ik je zeggen, ik ben ook mama, dus dat kan ik wel. Maar ze heeft oorontsteking gehad en buikontsteking. Oorontsteking en buikontsteking? Ah, arm kind. Ja. Ik net Sarah naar school gebracht en ik dacht, ik ga pastaborden erbij halen. Want ik heb er 8 gehaald en Sarah zegt elke keer, maar mama, we zijn met z'n drieën, dus dan moet het er 9 zijn. Want dan hebben we de 3x3. Toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik altijd gezegd, als ik een nieuw servies koop, dan wil ik alles op 12. Dus ik denk, nou, dan haal ik er gewoon 4 bij. Dan heeft Sarah ook de zin, we hebben de 4x3 en eigenlijk wilde ik toch al alles op 12. Dus toen dacht ik, waarom niet met deze pastaborden? Ga ik eens de winkel dicht. Nou, jammer joh. Dus het blijft bij 8. Kelly komt zo, dus ik ga even heel snel stofzuigertje door het huis. Ja, gewoon roggen. Even snel. En alles, want na school gaan we naar mijn moeder, gaan we spelletjes spelen. Sarah had nog wat dingetjes die ze met oma wilde doen, dus. Ja. Even opschieten nu. En ik ga die Lego zin nog doen, want ik had al die rolkrat. Daar had ik het gisteren over, mocht je de vlog van gisteren hebben gezien. Die had ik al naar beneden gehaald. En mijn bed is lekker scherp, zie ik trouwens. Hallo. Nou, ik wil echt niet scherp stellen. Oh ja, daar ben ik. Mijn haar zit trouwens ook echt niet. Dus ik ga die Lego daar zo vast in doen. En dan ga ik dat ook vast opruimen. En die kast, daar staat ook Lego. En er staat Lego in. Die moet echt weg. En ik zeg het al zo lang, maar ik krijg hem gewoon niet leeg. Nou, dit past dus mooi zo. En nu al die losse stukjes die ik over heb nog even erbij. Maar die gooi ik er gewoon los in. Ik ben gezellig met Kelly. En Kelly gaat mijn haar doen. Yay. En Kelly is heel goed in haar doen. Dus we gaan even wat moois maken. En dat is echt wel fijn. Want het zit al dagen niet. Klitten. Ja. Echt. Het lijkt heel vet. Maar dat is dat spul wat ik erin heb gedaan. Het is wel heel mooi. Want mijn krul kwam wel terug. Maar ik vind heel snel vet ogen nu mijn haar erdoor. Oh, goed. Ik had ook kappersvet. Nou, heel oud boekje trouwens. Dit is van mijn andere oma geweest. Kijk hoe oud dit is. Te grappig. Ik wil altijd dat soort dingen, omdat het dan van iemand was, bewaren. Dus die dingen hebben allemaal dat soort functies gekregen. Oh, mooi. Daar heb je het zicht hangen. Leuk. Snor. Nou, werkt net niet. Net kort. En dit is het geworden. Helemaal happy. Zit mijn haar weer een keer goed. Thank you. En nu ga ik naar de Kelly's nieuwe auto kijken. Want die heeft ze net. En ik ben heel nieuwsgierig. Vergeet ik net mijn camera. Maar de auto is echt heel mooi. Echt super tof. Kelly is er helemaal blij mee. En dat snap ik. En ik film weer zo scheef als wat. Maar dat kennen jullie van me. Ik zit opeens te kijken liggen hier allemaal cd's. En ik denk dat Sarah daarmee aan de slag is geweest. Even kijken, zit zeker hierin. Wat is dit? Oh, Sinterklaas. Echt, Sarah zet elke keer Sinterklaas liedjes op. Nou doen wij dat wel vaker. Ook gewoon midden in de zomer. Want we vinden het gewoon leuk. En als je het leuk vindt, dan moet je het gewoon doen. Maar aan die losse doosjes, dat vind ik niet echt het ding.
Dit is wel echt een van mijn favoriete cd's die ik echt nog op cd gewoon opzet. Want soms is het gewoon leuk om ouderwetse cd te draaien. Even kijken, want ze heeft het een beetje raar gedaan met het doosje. Kinderen zijn leuk, maar ze maken nog wel eens wat kapot. Helaas. Zo, daar zit erin. Dat is deze. Ik ben echt enorm fan van Christina Aguilera, de stem. En ik heb die cd's zet ik ook echt nog vaak op. Deze heb ik ook. Het vind ik echt een waanzinnig album. Ik echt van voor tot achter helemaal meezien. Dit is nou opruimen en ik moet ook 5 minuten de deur uit. En dan ga ik Sarah halen en ja, aan mijn moeder had ik verteld. Ik zit terug. Hier. Oh. Dus nu heeft ze geen rug gehad meer. Dat is wel cool. Oh, dus je hebt het hoofd er nu in. Zo, die ziet er eng uit zo. En daar heb je de hersenen. Maar je ziet de hersenen door de oogschaduw zitten. Oh, papa. Er zitten helaas geen ogen bij. Oh. Oh ja, daar moet je ruggen werven. Pak. Ja, zo. Je hebt hem in ieder geval wel goed gelegd. Zou het zijn als... Oh, bam. Eerst de schouderbladen nog even zoeken. Dit is een schouderblad. Of had je die er nog op laten zitten? Of heeft oma ze gelaten? Oma, dat heeft ze zelf op, de, oh. op het voorbeeld gelegd daar, zeg. Kijk, goed, kijk. Zo kan je er dan aanleggen. Zo. Ja, met je eigen dokterstang. Voel maar bij mij, waar zitten de schouderbladen? Kan je kan ze bij mij ook goed voelen. Gezondheid. Oh, eerst even uitniezen. Laat you. Voel je ze? Je mag wel steviger voelen met je vingers. Echt de punten van je vingers gebruiken. Ja. Ja, dus waar is dat hier? Ja, daar moeten ze. Tweede avond in mijn eentje. Ik heb net de vlog geëdit. Die staat te renderen. Ik heb foto's besteld. De volgende 250 foto's om in te gaan plakken. Dus dat staat daarna even een paar dagen stil. Maar daar kom ik weer een heel eind mee. Dat is geloof ik 1,5 jaar aan foto's. En een paar voor in lijstjes die ik hier wil. Ik heb op het toilet zo'n lijst, ja, met allemaal kleine fotootjes. En die kan je dan verplaatsen. Helemaal leuk. Maar er zitten echt oude foto's in en een paar wil ik vervangen. En ik heb daar allemaal foto's met vrienden en zo. Maar ja, niet iedereen zit erin. En mensen die ik niet meer zie zitten er nog wel in. Dus dat moet gewoon aangepast worden. Dus die heb ik besteld. En oh, ik ga even een theetje zetten, denk ik. Ja. En ik heb honger. Het is ondertussen al best wel laat. Maar ik had nog niet gefilmd omdat ik dacht ik ga eerst even die dingen doen. En dan daarna even filmen. Want er was verder niks echt boeiend aan. Maar wat ga ik eten? Ik kan stoppen maken, ik kan popcorn maken. Ik kan wat in de airfryer gooien. Dat is ook niet zo heel vet. Ik ga binnenkort trouwens wel weer even op de weegschaal staan. Want ik ben echt wel heel benieuwd. Maar ik wil dat ook niet snel doen. Want dan eigenlijk het liefst sta ik na 1 dag dan op de weegschaal. Maar ja, dan is er niks gebeurd. Dus ik denk als ik nou even een paar dagen of een paar weken wacht. Dan ga ik kijken wat echt het verschil is. Nou, dus weer het meest kansloze potje. Ik zie je, ik kan er gewoon niet eens meer van praten. Hè? Het meest kansloze potje kaarten ooit weer. Echt, Marco die krijgt het achter elkaar en ik krijg het gewoon niet. Ik krijg het gewoon niet. Maar jij gooit ook al echt niks weg. Je weet niet wat ik in mijn handen heb. Dus je kan daar niet op spelen. Zit er een spiegel achter me? Echt, ik ga alles door mijn hoofd. Denk, zit hij te steken of wat dan ook. Het gaat echt gewoon helemaal nergens over. En dan krijg ik de hoogste kaart in het spel. En dan legt Mark hem alsnog neer. Met alles. Ik vind het heel frustrerend. Maar ik blijf vrolijk doorspelen hoor. Zo ben ik toen ook alweer. Ik lag nog even met dit lieve poesje te knuffelen. Ai. Die een keer niet wegloopt. Dat is ook wel eens leuk hè. Het is een beetje donker. Ik had verder al de kamer opgeruimd. En bijna alle lampen uitgezet. Ik heb trouwens Marco wel een beetje ingehaald. Ik ben een beetje aan het inlopen. Dus dat is mooi. Nog niet zo hard als dat ik zou willen. Je bent zo zacht en je ligt zo lekker te spinnen in mijn oor. Ik ga wel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Doe dat dan natuurlijk even. Dat kan hieronder en is gratis. Duimpjes zijn welkom. Reacties kunnen op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!